zeggen dat we prachtig eerst hadden als gespeeld met een ongelooflijk strijdvaardige ploeg. En natuurlijk, we weten tegen wie we spelen. We spelen tegen Dynamo Moskou, wij zijn Dynamo Profs, Dynamo Brazilianen. Maar ik moet zeggen dat wij de eerste helft in de voorste spin speelden. En dat we eigenlijk in de tweede helft conditioneel een beetje ten onder zijn gegaan. Maar we mogen niet vergeten dat het absoluut de wereldtop is. En we hebben heel lang een wedstrijd gehad. Dat ben ik wel niet tevreden. Naar de 1-1 ook, die dan nog op een steentje hier. Nee, moet realistisch zijn. En ik heb ook constant dat hier op de bank over gehaald. Wij wisten dat we op een bepaald moment gingen breken, omdat we dan kwaliteit moesten inboeten door te wisselen. Maar nee, dat is iets te doen. Maar ja, op een bepaald moment in de tweede helft, als je dan een beetje onderin blijft, dan weet je nooit. Maar laten we realistisch zijn. En ik denk niet dat er veel ploegen zijn die tegen deze, zeker niet in de main round, met de papier bij komen. Trainer, nu is 5-1 verliespartij, maar ik wou concluderen dat er 3 goals uit stilstaande situaties valt er op de trainer. Is dat slecht van ons of is dat gewoon goed van Dynamo Moskou? Ja, ik heb vandaag ook een bepaald moment in de cabine de eerste goal, de kick hebben we de eerste goal aangehaald. Op een bepaald moment zijn spelers van de eigen goal, dat is misschien een fout. Maar dat is de kwaliteit van de tegenstander. Je moet niet vergeten, ze zitten 4-5 uur per dag op de parket. Ze beheersen dat zo goed. Ja, je kunt er soms dichtlopen, maar je gaat de ene keer in de fout staan. Dat is hun kwaliteit, dat is een grote kwaliteit. En natuurlijk mogen wij niet blind zijn voor onze gebreken en onze fouten. Daar moeten we ook aan blijven werken. Dus het is een klein beetje allebei, maar laten we realistisch zijn en tevreden zijn met de spelers die gesteerd zijn. Dus eindconclusie, we kunnen voortborduren op de 1-1 de eerste helft voor morgen en voor zondag. Absoluut, ik ben eigenlijk, dat klinkt misschien raar, maar ik ben wel een coach tevreden. Dus ik heb een strijdvaardige groep gezien die er tot de laatste seconde voor wil blijven knokken. En dat biedt wel perspectief voor de toekomst. Nou oké, dankjewel en tot morgen. Succes, trainer. No.